Goedendag, vandaag bespreek ik paragraaf 29 UAV 2012 met jullie. Uh, even in het algemeen, paragraaf 29 ziet eigenlijk op drie verschillende situaties waarbij er sprake is van afwijkingen. Uh, voor alle drie de uh, situaties is een aparte regeling opgenomen, lid 1, 2 en 3. En het is dus vooraf goed van belang, uh, van, van belang om goed te kijken um, waarmee je daadwerkelijk te maken hebt, want het een kan het ander overlappen. Um, ik ga in deze video lid 1 behandelen, maar in andere video's behandel ik nog de leden 2 en 3. Um, van lid 1 is sprake op het moment dat er uh, een afwijking is tussen het bestek en de tekening. Lid 1 bevat een informatieplicht voor de aannemer. Um, en die moet dus een mededeling doen aan de directie op het moment dat hij constateert dat er een afwijking is tussen het bestek en de tekening. Um, dit hoeft niet schriftelijk te gebeuren, het is wel aan te raden om hier een aantekening in het dagboek of bijvoorbeeld in het weekrapport op te maken. Um, vervolgens deelt de directie mee hoe hiermee moet worden omgegaan. Um, de directie kan namelijk uh, besluiten om de rangorde aan te passen. In paragraaf 2 lid 4 van de UAV is een rangorde bepaald, uh, namelijk wat gaat ervoor in het geval bij tegenstrijdigheden. Uh, in sub B is bepaald dat de beschrijving voor de tekening gaat. De directie kan er dus voor kiezen hier om daarvan af te wijken en dus om aan te geven dat de tekening voor de beschrijving gaat. Indien de directie hiertoe overgaat, is er uh, sprake van een wijziging uh, van de rangorde en dus van een bestekwijziging. Hmm. Op het moment dat er sprake is van een be bestekwijziging, moet er uh, gekeken worden naar paragraaf 36 van de UAV. En eh, dan wil ik u even specifiek wijzen op eh, lid 1a, eh, nieuw toegevoegd. Waarin eh, de verplichting is opgenomen voor de aannemer om eh, de opdrachtgever tijdig te wijzen op de noodzaak van een prijsverhoging. En dus gewoon te wijzen op eh, meer kosten. Tenzij de opdrachtgever dit zelf had moeten begrijpen. Kortom, nadat de opdrachtgever een bestekwijziging heeft doorgevoerd, ben je er als aannemer nog niet. De wijziging van de rangorde hoeft namelijk natuurlijk ook niet een grote wijziging in te houden. De aannemer heeft dus op basis van lid 1 een informatieplicht, maar heeft dus ook een waarschuwingsplicht op het moment dat hij een verhoging van de prijs wenst. Bedankt voor het kijken.